Oh ja, oh, dat is Volvo. Wel Toevallig. grappig. Ik hoop op mijn Facebook het eerste wat ik zie. Oh ja. Dat is een stom toeval, ja. Dat was een meeting. Ja. Doe mijn Discord er nou niet mee. Waarom zie ik geen Discord staan, jongens? Hallo? Oh, wat? Verbonden met andere client. Hallo? The fuck is dit nou weer dan? Waarom? Hallo, hallo, hallo. Waarom doet hij bij mij nou weer niet? Hallo? Ja. Ook erg rustig vandaag hier zo, zeg. Holy shit.
Find and mark the cash in one of the town's warehouse. 201-164. Okay. Hoe krijg ik nog meer? FPS. Loopt hij meteen vast? Oh nee, valt mee. Wordt van. Oh shit, dat is tering slecht, hè? What the fuck is dit? Hier zie ik helemaal geen pleurs van. Oké. Ah, loopt er vast. Oké. Ik kan al niet eens meer bewegen, nou al. Oh, waarom is dit zo fucked up bij mij? Oh, dat is wel een stuk beter eigenlijk, ja. Wow. Towns Warehouse en Towns Lumberyard. Towns Warehouse en Towns Lumberyard. Dus ik moet daarheen.
Jezus Christus, zo kan ik dat niet spelen, jongens. Is dit irritant, hé? Oh, het hapert zo, hè. Thank you.
Hoe was dat geen headshot? Waarom mag?
Lumberyard. Oh, dat ben ik nog wel niet. Kut. Ik weet niet, ik heb het eens gezien bij mensen voor. Nederlander.
Wat? Maar daar moet toch in of niet? Kan ik daar niet in? Er zit daar wel een deur. Oké. Daar snap ik niet veel van. Ik moet daarin wezen, denk ik. Namelijk. Maar daarachter zit een deur. Wat zou hier moeten zijn dan? Wat? Jezus, lek. Holy shit, het is zo gebukt, hè, als de tyfus. Even kijken hoor, want dat klopt iets niet, denk ik. Gunny is first in the town and put them on caches. They are located at the town's warehouse in the side room and the lumber yard in the side shed. These areas are heavily guarded, so come for I chat. Side shed. Ah, hier. Was dat van mij die zoveel herrie maakte? Hé, toch? When the crash, the helicopter south of the gas station. Find Kanuya Sinatra. Okay. South of the gas station. Northeast. South.
Ik zit altijd zo dat mijn benen zo op zich groot op de stoel. Als ik dan weer opstaan, dan moet ik me even pakken. Ja. Ik zit meestal op één been en het andere been heb ik zo gebogen. Nee, staan is goed, wil ik echt kijken. Zo zit het comfortabel. Voordat ik erop sta, dan heb ik echt. Zijn er twee? Oh, dat is een verbanding was dat. Fuck. Oh. Het is echt fucking slecht dit is, jongens. Yo dude, thanks voor het leuk man. Zijn stiften iets hoger gooien. Wait, what? Oh, daarheen lopen.
Yo, dude. Thanks voor de leuk, dude. Hoe gaat het met je? Oh, waar is mijn chat eigenlijk? Ik zie heel mijn chat niet. Oh, wacht, daar is mijn chat. Oh, joh, daarom zie ik niks. Lol. We gaan heel mijn chat kwijt, joh. Het zou ook wel een ding van een missie zijn of zo. Uit van de... Plane crash. Find the crashed helicopter south of the gas station. Okay. Zie je nog iemand hier? Niets? Ik dacht oprecht dat ik hier net eentje zag staan, joh. Hier wel. Ik dacht ook eigenlijk dat het twee waren, maar oké. Okay.
Find the helicopter, find the crashed helicopter south of the gas station. Hello? Yo. Hallo? Hallo? Ja, is via mijn telefoon. Oh. Krijg je het helemaal niet van elkaar, joh? Nee, ik heb helemaal nergens over. Even kijken. Maar wat zegt hij dan? Ja, ik heb geen idee. Op het moment dat ik zeg maar naar mijn Bluetooth ga, van mijn apparaten. Ja. Even kijken hoor. Internet openen. En ik koppel hem met mijn USB-kabel, dan zie ik staan andere apparaten, mijn headset en mijn box, zeg maar, mijn kast van mijn computer. Ja. Ja. Die kan ik aanklikken en kan ik zeggen verwijderen. Maar als ik nu ga praten, heeft hij geen microfoon gevonden. Oh, oké. Okay. En als ik mijne dus verwijder, dus mijn kabel eruit haal, en dan mijn Bluetooth aanzet op mijn headset, dan zou die moeten gaan vinden, want Bluetooth staat aan. Maar daar vindt hij niks. En als je je telefoon doet, vindt hij die wel? Ja, dan koppelt hij gelijk. Oh, dat vindt hij wel allemaal? Xbox vindt hij ook gewoon. Oké. Okay. Dan zou ik bijna zeggen dat het gewoon aan de... Hoe heet dat? Nee. Aan de headset leggen of iets. Ja, nee, want ik heb net nog opgezocht op waar ik hem heb gekocht. Windows 10 is die compatible mee en met Windows 11. Er staat ook gewoon Bluetooth aanzetten, naar je verbindingen gaan, aanklikken en hij moet verbinden. Oh. Dat is wel raar dat hij dat niet doet, dan. Ja, daarom zeg ik. Weet je, een PC van 2600 euro bij elkaar. Ja, maar ik denk niet dat het daar aan legt. Ik denk echt dat het aan de headset legt. Ja, maar pik. Hoe kan hij aan de headset liggen als hij met alles kan verbinden?
Ja, omdat je je PC ziet toch ook je telefoon en zo in de Xbox? Mijn PC ziet niet de telefoon en mijn... Oh, dat is een vraag. Yo, ik dacht dat je dat bedoelde, want dat vroeg ik. Wat ziet je... Mijn headset ziet hij. Mijn Xbox connect met mijn headset, mijn telefoon connect met de headset. Ja, maar als je nou je Bluetooth van je PC aanzet... Ja, vindt hij ook je telefoon en zo? Nee. Ja, denk dat er een driverprobleem is of iets. Dat gaat via... hallo? Oh, daar mag ik niet in. Oké. Wait, wat? Dat is straks nou ook weer, jongen, al die shit. Al die drivers in stonden. Heb je... Heb je die C-cleaner nog gedownload? Ja. Had je die ook gekocht of dat niet? Nee, dat niet. Oh, want als je daarheen gaat en je vraagt om updates, wat geeft hij dan aan? En wat moet ik dan doen? Driver update. Hij gaat dat kennen. Find out what happened to the rest of the train inspect the nearby structures. PCI, nog wat Family Connector, controller, beeldscherm, 2 stuks, de Hivo RTX, dus gaan we nog updaten. Maar ik heb niet de gekochte versie, dus dat kan natuurlijk niet. Die kan je beter wel kopen. Daar ben ik net geweest. Oké, wacht. Wat was dat nou? Station natuurlijk.
Find Sinatra. We have pressing with the hands of individual missing ambit. Chaotic and their families are desperate to answer it. Yeah. Hmm. Download dat. Oh, dat doen we allemaal, jongens. Het is altijd in het begin. Geeft ook gewoon aan dat mijn Bluetooth adapter en alles gewoon geïnstalleerd is, verwerkt. Ja. Even kijken. Maar hij geeft er nog 3 aan. Dat moet je scannen. Je doet het nou via C-Cleaner? Ja. Oké. Okay. Als je die gekocht hebt, dan die doet eigenlijk alles bijhouden wat je moet updaten en zo. En als je dan spellen of programma's wilt deinstalleren of installeren, gaat dat via daar alles wat je wel of niet wil laten opstarten. Als je de computer opstart, kan je aan en uitzetten via daar. Al je cookies en dergelijke, één keer in de zoveel tijd via daar verwijderen. Voor en daar doen. Ik gebruik Clara eigenlijk. Ja, voor alles nu, zeg maar. Ja. Oké, hij is nou RTX 4080 aan het updaten weer. Oké. Okay. Weer 2G. Dat is ook Nvidia, toch? Ja. Ja, heb je ook GeForce dinges erop staan? Ja, die heb ik gedownload. Oké, okay. Heb je dan ook je control panel erop staan? Dus je hebt GeForce Experience en GeForce control panel. Even kijken, ik heb Nvidia instellingen. En je GeForce Experience, daar, als je die erop hebt staan, die houdt je stuurprogramma bij van de dingen zelf. GeForce Experience? Ja. Even kijken. Die moet je af en toe... Die moet je er af en toe even opzetten en via daar download je dus je, hoe heet dat, je updates voor je grafische kaart. Ja, dat geloof ik, ja. Die van mij daarentegen is echt kut. Maar moet nog even 2 tellen denken af en toe een beetje van oké, waar vind ik dit, waar vind ik dat? Dat zou inderdaad wel weer... Mijn frames en zo zien. Wat zeg jij? Mijn frames en zo, kan je dat ook allemaal zien via ergens? Als je, dat zou standaard op je beeldscherm kunnen zitten, gewoon in de instellingen van je beeldscherm. Dus achter je, op je beeldscherm zit ergens een knopje. Ja, ik heb wel ergens 60 rechtsbovenin staan, dat heb ik aangezet, maar dat is... Dat is waarschijnlijk je, hoe heet dat? Je FPS inderdaad. Die staat standaard op 60. Je moet ook even zometeen in je instellingen en je hertz omhoog zetten naar 240. Dat moet me even bij helpen, zo dan. Ja, ik kan, als je wil, kan ik toch... moeten we... Wacht even hoor, ik stop even met het spel. Geef me één moment. Wat de fuck gebeurt hier nou? Mijn scherm gaat aan en uit. Oh wacht, hij is natuurlijk aan het updaten. Even één moment hoor. Ja, gelukkig terug, dat scheelt. Tasks. Hoe deed ik dat? Hoe deed ik dat nou? Oh, vendors, wacht.
Even kijken hoor. Ja, bijvoorbeeld, ja. Oh ja, dat was het. Ik was hem kwijt. Ik wist niet meer hoe die heet. Eten. Team viewer. Ja, we hebben er nog niet op staan. Ik ook nog niet. Even twee tellen zoeken. Ik heb ook geen idee meer of dat nog steeds werkt. Ja, dat werkt volgens mij nog wel. Dan krijg je een code, die moet je invullen. Quick support. Team viewer opslaan. Zo. Even kijken hoor. Nog een NVR in. Wat daarheen. Ja, granaten gekregen dus. Oké. Netjes. Aangemaakt. Oh, zo. Kijken. Ja. Ah ja, klopt ja. Omdat je dat spul gekocht hebt. Ja. Maar Gray zou dus ook gaan betalen. Gray zou dus ook niet gratis. Nee. Nee, dat zag ik inderdaad. Snelle installatie, ja zeker. Kom, zip. Ik heb in ieder geval, mijn scherm staat op game instelling, alles met die blue light uit en weet ik het allemaal al gelukkig. Ah. Die gaat zo even, want daar weet ik echt niks geen raad mee, dat gaat even zo. Dat is op zich wel een mooi scherpje dit. Mag het hopen ja voor het geld. Het schermpje van viel wel mee op duur die was. Ja, dat is waar. Oh ja, dat is over schermen gesproken. Ik hoorde dat bol.com dingen heeft. Wat die? 7000 hertz. Bol.com had aanbiedingen nou toch? Zou jij? Huh? Even op bol.com kijken. Ja, je moet alleen nooit in België kopen, hè? Want? Dat is altijd duurder dan Nederland. Is het zo? Ja man, ik heb vorige keer had ik een headset voor mijn neefje besteld in Nederland. Die was in België 7 euro duurder. Oh. Ja, mooi hè? Oké, okay, dat is wel apart dat het daar zo duurder is. Andere belastingen. Ja, dat dan weer wel natuurlijk, ja. Oké, controleren ook updates. Waarom heb ik hier geld? Geld moet daarheen. Ik heb de nieuwste GeForce Game Ready stuurprogramma. Goed zo. Oké. Dat is die. Daarover. Over hierheen. Is mijn download klaar? Ja, download is klaar. Ja. Bijwerken. Ja. Hoppa, zijn er weer 3 bijgekomen. Altijd in het begin allemaal updates en zo. Wat bedoel je? Elke keer 600 MB. Oh. Dan weer dit, dan weer dat. Ja, zo hou je niet zoveel over, nee.
Nou, het is maar goed dat je 2 terabyte hebt, dus dat scheelt. Ja, joh, anders kan ik altijd weer bijbestellen, jongen. Ja, want je kan er nog meer in steken. Ja, kan dat ook, je kan er nog 4 in doen. 3 in doen. 2 in doen, sorry. 2 in doen. Nee, sorry. Ik wil daar nog 2 keer 4 terabyte erin doen. Oh shit, oh, kijk aan. Oké, okay, dat wist ik niet. Daar wat in, nee. Dat. Die daar, die daar. Echt alleen een andere stoel, dat is net te laag voor de tafel. Daarheen. Ga die brillen toch nooit verkopen. Vendors. Is het een beetje te doen, dat spel? Nee, voor mij niet echt. Waarom niet? Ik heb graag toch ook nooit dragen. Omdat het voor mij te traag is. Het hapert te veel bij mij en zo. Dus ik irriteer me al mateloos, zeg maar. Waarom is jou al te traag? Is dat vanwege je processor en alles? Of? Nee, ook en het spel zelf. Dat is het prijs. Lief. Gewoon door het spel zelf, wat nog niet helemaal. Het is best wel een veelvragend spel. Waarschijnlijk zal die bij jou. Dan Katekino en Open Diadic. Wat? Oké, okay, alles is bijgewerkt. Wat is een. Wat is dan? Wacht even, daar heb ik kogels voor, maar ik heb hier ook. Oh, die niet. Wat kogels zijn dat dan? Die kan ik ook wel verkopen, daar heb ik toch niks aan. 1, 2, 3. Okay. Hoeveel zit jij niet? Oké. Okay. Reload, juist 30. Dan dit eigenlijk wel weer terug. Die gaat dan daarin, dan zit hij ook weer vol. Loop je te stinken? Ja. Kijk, er is een natje. We're swimming. Ja. Ja, tuurlijk. Is het mijn kinderlid bij? Nee, nu is het naakt. Ik
Hoort je dan? Ja, hij hoort mij via de telefoon. Ja, ik hoor je er allebei. Maar leuk, hè? Jazeker. De frituurpan is klaar. Oké, dan kom ik iets te maken. Oh. Is jullie echt leuk? Ja. Ik ga even eten maken, Pik. Moet ik even kijken voor je dingen of niet? Ja, ik weet niet hoe je dat gaat doen. Via dinges. Ik heb alles al geüpdate net. GeForce, alles gedaan via die CNC cleaner. Ja, je moet ook even die je beeldscherm naar 240 zetten, hè, vriend. Hertz. Wacht. Ik sluit deze heel even af. Afsluiten, want quit game, ja. Startpagina instellingen. Startpagina. Ja. Even kijken. Beeldscherminstellingen. Ja. Dan kan je naar die niet. Even kijken. Geavanceerd. Dus ja. Ja, daar klik je op en dan heb je een vernieuwingsfrequentie kiezen eronder. Die moet je op het hoogste zetten. 239,9. Ja. Hij staat nu op 60 als het goed is. Ja. Ja, die moet je even helemaal omhoog gooien. Oké, die staat aan. En dan maak je het maximale gebruikerhertz van je scherm. Ja, dat geef je nou rechtsbovenin aan. Ja, en als je rechtermuisknop drukt op je toetsenbord of op je bureaublad. Ja, Nvidia configuratiescherm. Ja. Dan pak je de eerste, even kijken. Resolutie. Nee, dan pak je eerst de Adjust Image Settings with Preview. De bovenste. Bij 3D settings. Ja. Die zet je op Use Map Prefers and Phasing Performance. Die slicebalk, zeg maar. Ja. Die gooi je helemaal naar links. Prestatie. Ja. Toepassen. Even kijken hoor. Dat staat als... Je hebt maar één scherm, dat zou als het goed is goed moeten staan. Je kan, maar dat hangt een beetje van de... Ja, ik kan Ultra HD spelen als ik wil op 120 hertz. Nee, je moet hem gewoon op 240 houden. De alle tijden. Je prestaties je moet altijd eigenlijk elk spel, tenzij je echt een story spel speelt of zoiets, weet je wel. Dan moet je ervoor zorgen dat je gewoon op grafisch goed staat. Maar als je echt een FPS shooter gaat doen, dus zoals Call of Duty of Valorant of weet ik veel wat je gaat spelen, wil je eigenlijk gewoon max performance hebben. Dus dan zijn de grafische, dat boeit niet. Maar wat is dan... Super resolutie, moet die aanzetten? Nee, die kan uit. Okay. Dat vraagt alleen maar meer van jouw grafische kaart. En je wil eigenlijk dat je grafische kaart zoveel mogelijk, zo min mogelijk andere dingen doet. Dan behalve alleen maar een spel daar zich mee te bemoeien. Ja, oké, die snap ik. Nou goed, heb ik dat gedaan. Ja. Had ik even eten maken, ik ga zo even zoeken hoe ik dat ding met Bluetooth ga kunnen verbinden, want... Ja, dat vind ik wel raar dat hij dat niet doet, inderdaad. Maar bij mij staat gewoon mijn Bluetooth dingetje rechtsonderin. Je hebt wel een Bluetooth tekentje, toch? Ja, die staat gewoon. En als je dan instellingen opendrukt, wat krijg je dan te zien? Oh, wacht, je gaat nu eten maken natuurlijk. Ja, ik ga nu eten. Ik bel je zo, ja? Ja, is goed, dude. Yo.
Ik weet dat hij dat niet zo goed doet bij mij, ja. Serieus. Oh. Net zo goed gewoon door blijven gaan eigenlijk.
Dus ja. We zijn er weer. Ons verdomme. Ja. Oh mijn god, hier word je toch tering gek van. Bij de crash course in de Unreal Engine, you may want to start by looking at the call stack generator.
happens without fail. When you're about to wrap up a personal project you've been working on for months, or you're in the middle of production, and you have a delivery by end of day, you think you're almost done, and then... Yeah, that sounds like something. Go to the performance tab. So the first thing you're going to want to do is narrow down the source of the problem. Open up the task manager. Go to the... Oh, mag. Doe ik een 4. Performance tab up top and click on GPU. Keep an eye on dedicated GPU memory usage. In 99.9% of cases, this crash has to do with your graphics card's memory. Also known as VRAM. Okay? As an artist, you can never, ever have enough VRAM. There's a reason why cards like the RTX 3090 are so expensive and hard to find, is because that VRAM is priceless to artists like you and me. So before you start renders in Unreal, just make sure you close any GPU-intensive apps, like close all your GPU-intensive programs. You're running games in the background. If you're running 2 instances of Unreal, close that. You have a Chrome open with 75 million tabs open. I'm looking at you, Howie. Close Chrome as well. You want to basically close anything that's non-essential to Unreal. You want to get your graphics card as much VRAM as possible to work with. Now, when it comes the time to start your render again, okay? Task manager open on a second display of the dedicated GPU memory usage here. When you start a render, and if it's crashed before, chances are you're really topping off your GPU VRAM. Okay. Okay, so keep an eye on that curve, and you'll see it kind of just like creeps all the way up to the top. That's usually a sign that, hey... Okay, to keep an eye on that curve, your GPU VRAM. Okay, to keep an eye on that curve, and you'll see it kind of just like creeps all the way up to the top. That's usually a sign that, hey, you're using too much VRAM. Okay, and it's causing Unreal to crash. That I've had percentage console command in super sampling and render on a tone down. So it's less fine. It's 8 gigs, less than 100. Let's say, for example, you cut and a suggestion virtual texturing box is checked. Okay, restart your engine and try rendering one more time. Chances are, this will solve your issue. Aujourd'hui, on regarde même la composition de l'eau. Okay, dus. Dan kijken wat hij doet als ik dit zeg, zo. Domme.
Did you win ball swinging? Do what? Did you just say the new management surrenders? Well, yeah, because he's French. Is Carl's gonna get boys? Not this again. You're absolute gremlin. Do we need to revisit that, Doc? let's be careful here. Oh no! Okay, Cleo. No. Oh no, Cleo! Right, who's not here? Who's here? Speed up, cushion. I think we're all here. How's my sexy man, Aaron? How's my sexy man, Aaron? Wait, me? Or is there someone else called Aaron? No, just you. But I'm here, ready to go. I'm good. I was just checking in on you. Can we just start the game if he's concerned about time? Who is our leader? You can just get kicked. Gary says, can we just start the game, please? He says it chuckling, but he's being serious. Be joking here. Plus, Gary wants to replace me as team captain. And make no, me I don't want to. I don't want to be team captain. Does. I just want you to be replaced by someone. Yes, yeah, so he wants me to be replaced by Pleb. Yep. Killzone draait heel slecht op low-end graphics cards, as dus het klopt dat jouw processor point, heel hoog staat, is everyone back at their PC? Omdat Grayzone heel agressief is op de CPU, daarom. Maar dat is inderdaad niet like an R maar for dat heb ik hetzelfde chat, met, gehad met Dying Light 2, dat lukte mij ook from niet, each daarom. I know what you guys are like. Dat klopt wel. Je hebt gewoon een betere grafische kaart nodig. Daar komt het op neer. Het ligt niet aan het processor, het ligt aan de grafische kaart. Ook dat. Er zit echt een beetje combi van beide. Right, tell me if you've got persons missing. Thank you. No, we're good. I I'm here. I have people missing. Who's missing? Lep's still on, right? Dennis, right, you're here now, yes? Kiltoy, are you back? I'm here, yeah. What are you lying for? Okay, we're ready now. Ready? Okay. Oh. Pedro. Yeah, it's low-end 3070. Sorry. You're doing Killjoy. What am I saying? Haven, I'm not, yeah. Hell fucking yeah. King Haven, man. So, you want Fade, or should I go Sage? Unless you're in fact Killjoy, you're not for smokes if no one wants to play smokes. Again, I'll play Clove for smokes or I'll play Reyna, but that's probably what I'd do again. What do you want? Reyna or KO, to be honest. The knife is pretty decent on this map. No problem, man. No problem. I could do Fade, I could do Raze, I could do Sage. I can do Fade, Raze. I could do Raze. This is the decider, I probably shouldn't do Raze. Sage. That's what good there. It'll be better to play, if you go Brim, I'm going to go with Brim. It's better to play someone that you're good at, if this is Decider. Yes, it raises. Happy with this? They think I'm an old dog. The thing is, we don't have any shit again doing this, right? Hmm? Yeah, you got this. KO? It's up to you, is what I'm playing. So yeah, it's up to you. Just play comfort picks. I'll play KO. Knife's important. Shield and sword. You need the info. Yep. I'm going to do a shorty trick at the beginning of the round for the memes for the first round, so good luck. Shorty trick. Is it the flash, yep. Flash shorty? No, I put a turret down short, air shot. Oh! I'm thinking it gone. And swing off the turret. That's pretty. Pretty they have baller. That's pretty baller. Why is defense a trick? It's not an attack. Alright, team. Let's go write this war story, shall we? We're attacking. Okay. Alright, pre-round music, gun. Do 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 do
Nope. Sage has a spike, I'm a Sage. I'm holding plan. You want me to knife sewer, like, pretty much off the start, so if no one's there, we can just rush it. Do-do-do-do-do. Shutting them down. What? How much shot? Ori was shorty, right? Probably. He played smoke, though. Yeah, he does play smokes in shorty. Reloading. I can sit here with Watch Frank. You guys wanna? Killjoy was C. We have C now. No, I'm just good. I think. Are you sure? Right. Yeah, go. I'll throw a flash on A. Keep him there. I'm pretty sure that. Do you guys go? Even kijken wat hij doet als ik dit ga doen gewoon. Wat zit er nou weer tussen mijn tanden dan? What the fuck? Dit wat tussen dan en ik weet niet wat. Nou, dat is dus de reden dat ik een grafische kaart eigenlijk dus nodig heb. Schrokje. Ik ben al 9 of 10 tot dood gegaan en ik heb gewoon geen idee wat ik moet doen. Hoezo? Gelikt. Lekker. Wat...
Should have gone the other way. Je weet niet wat je moet doen. Hij doet soms dingen, omdat hij de jump of zo niet haalt. Oh. Ze kunnen passen dat hij kan op die weken naar beneden. Ik ben dood. Maar zoek even op wat je moet doen dan. Niet hoor, moet ik met dat ding daar tegenaan vliegen. Dan komt er vuurwerk. Ja, maar moet, echt dat ik als ik die dat dat ding daar tegenaan gegaan, dan ben ik ook vol. Dingen dat tegenaan vliegen, dan komt er vuurwerk. Ja, nu is kans, maar ik ben dood. Dat dat ding daar tegenaan gegaan, dus ben ik ook kapot. Kijk. Is het niet alleen niet, je hebt er drie, hè? Je hebt er drie, hè? Ja, daar moet ik heen gaan. Oh. Ik ben alweer dood en ik spawn. Ja, dus degene wat die aangaat, daar moet ik heen gaan. Ik ga echt heel snel. Lekker. Maar ik ben nu alweer dood. Nee, die koffers wil ik pakken langzaam. Het gaat echt heel snel. En dat helikoptertje is echt fucking langzaam. Je haalt hem niet. Dan ben ik dood. Kijk, en die jump die haalt hij niet. En dan. Kijk, we dood. Hop, is er al 12, 13. Hop, wat is er al? Maar gaan ze eerst naar rechts dan in plaats van links? Nieuw record dadelijk. Ja, maar, ja, zeg maar, ik kan het niet uit. Oeps, what the fuck? Ja, maar ja, op zich maakt de kant niet uit. Hij doet niks. Hekje. Misschien dat ik, ja, dat ik iets met dat vuurwerk moet doen. Met me krijgt en het makkelijker maakt. Ja, omdat ik iets met dat vuurwerk zou denken. Ik moet aan pijn doen met dat vuurwerk zo, denk ik. Planting behind the box then.
Klik. Hallo, klik. Moet ik het proberen? Huh? Je gaat je alleen meer irriteren. Nee. Ja, weet ik, maar het maakt niet uit. Het moet toch gebeuren. Waarom haalt hij die jumbo gewoon niet? Ik blijf de hele tijd vastzitten aan dat hekje. Ja. Poging 564. Oh, in de corner daar. Oh, ja, makes sense. Okay. Ik reach niet snel. Doe ik niet zo vaak. Snel irriteren, Rage doet niet zo vaak. Ik kan wel heel snel irriteren, maar Rage doe ik niet zo vaak. Sembrava prima vista, tanto per benino. Si offre a far da guida per la città. Hey, mijn dingetje werkt niet. Waarom werkt mijn dingetje niet? Nou, nog ga ik dood. Waarom werkt mijn alertbox niet? Waar is mijn alertbox? Huh? The fuck? Sembrava prima vista tanto per benino. Si offre a far da guida per la città. Pedro. Wat? Wat is dit nou weer? Waarom werkt die niet? Okay. Wacht even. Waarom doet hij het niet? Oh, dat is niet de goeie. Wat verdomme. Oh, daarom wacht even. Alertbox. Skip. Wait, what? Break is dit? Single player. Wat? Ze hebben alles veranderd. Alertbox. Oh, oké. Okay. Test. Switch. Oh. What the fuck? Waarom is dit niet? Hello, what the fuck? Oh, wait, joh. Dag, schoonmoeder. Hij doet het niet. What the fuck is dit nou weer? Waarom hebben ze nou weer alles veranderd dan? Ik zit wel vast aan het hekje. Nou ja, ze hebben weer alles veranderd. Krijg de cholera tyfus. Echt. Waarom? Dan weet dat niet goed van dat ze iedere keer van alles veranderen, jongens.
Hoppie. Nee, oké. Waarom laat hij dat helemaal niet zien? What the fuck is dit voor bullshit? Maar laat ik zien. Oh, heel mijn dingen staan er ook niet in, joh. Trouwens, zie ik nou. The fuck? Dat doet hij wel. Wat de hel? Waarom doet hij dat niet? Niemand die daar wat van zegt, hè? Fuck. Is dit nou weer, jongen? Ah, daar word je zo toch echt zo krank, jongen, van die rotzooi. Ik zweer het je. Kevin just subscribed. This is a subscription test. What the? Waarom doet hij dit nou godverdomme niet meer, man? Echt. Oh, dat kijk me toch zo aan dood erger, hè? Waarom is alles weg van mij? Zag jij op jouw stream wel dat mama volgde? Wat een graf, zo is het. Waarom hebben ze heel die tyfuszooi nou weer veranderd dan? Wil je nog deze avond It Takes Two spelen? Misschien ga ik dat nog wel spelen. Weet ik nog niet zeker. Zou wel kunnen, eigenlijk. Waarom is alles weg? Wat is dit voor bullshit? Mijn donuts worden niet gezien, mijn dinges worden niet gezien. Nou, zag jij wel dat je... Bij mij doet niks het meer. Bij mij doet het niks meer. Mama, volg me, maar ik zie niks. En alles is eraf, ook mijn... hoe heet dat? Mijn goals en zo is ook weg. Nee, denk het niet. Nee, volgens mij niet, want het werkt niet. Ik krijg wel het geluid te horen van Pedro bijvoorbeeld, maar ik krijg geen plaatje meer te zien. Moet je kijken op mijn stream. Dan hebben ze dit ook weer veranderd. Nou zo. Nou is dit het ineens. Kijk, what the fuck is dit? Ik snap er geen pleuris van. Stond allemaal goed en nou is het ineens weer allemaal weg. Ik heb geen 117 volgers. Ik word daar toch scheidziek van, jongens. Ja, als ik een test druk, test volgen.
gebeurt gewoon niks. Laat hij bij mij weer niet zien. Kijk jij eens op Streamlabs? Bij jou? Streamlabs. Nou, bij jou, dat bij jou wel gewoon werkt dan? Hoe staan jouw instellingen dan? Ik snap er geen tyfus van. Waarom dit nou weer ineens? Oh mijn god, hé. Ik snap er echt niks van waarom het bij mij nou weer niet werkt. Echt waar, heel de tijd gaat het goed en nou ineens weer niet meer. Kevin just subscribed. This is a subscription test. Nee, geen enkele alert. Geen enkele alert doet het weer bij mij. Wat hoor ik nou? Waarom hoor ik het nou weer 600.000 fucking keer? Oh, ik hoor mezelf. Bij jou. Ik word zo niet goed hiervan, hè. Ik zweer het je. Ik snap er niks van, echt niet. Ik begrijp niet waarom die het niet doet. Bij jou werkt wel van alles. Doe ze test dan. Laat je eens, maak je stream eens open. Rechtsboven. Ja, oké. Ja, bij mij doet het weer niet. Wat heb je als background color? Dat is een volgding, hè, bij jou, hè? Oh, oh ja. Die ook weer wegklikken, omdat ik mezelf de 600 keer dubbel worden. Oh, mijn god, ik word hier zo krank, joh, van... Dit is volgens... Oh, hier. Volgens. Oh, je hebt het grijzig. Niet echt zwart. Ja, het zou niet uit moeten maken als het goed is, maar... Nee, ik heb wel gewoon geluid, maar... Geen dinges. Daar word je toch echt tranquillen van. Waarom doet het nou weer niet bij mij? Wat is er nou voor bullshit?
Geluid pakt hij wel, maar de afbeelding pakt hij niet. Ik, wat? Reed ook niet. Maar wel geluid. Ik zweer het je, ik word er echt niet fucking goed hiervan hoor. Ik word hier echt niet goed van hoor. Ik begrijp hier gewoon geen pleuris van waarom dit het niet doet. Nee, er staat gewoon exact hetzelfde. Beeldscherm hoort onderaan te staan. Alles wat erboven staat, legt erop. Wat is mijn beeldscherm nou weer? Maar heel veel dingen. Jongens. Who's that Pokemon? Snap er niks van. Echt waar. Maar waarom moeten ze dit nou ook weer 600.000 keer fucking veranderen? Geef me gewoon die andere. Het is veranderd en het is naar de klote bij mij. Wat een fucking bullshit.